Als jij op jouw logisch verstand afgaat, dan moet je toch niet te veel doen. Want oh. er gebeuren allemaal gekke dingen in zo'n windtunnel. Welkom bij de Slimmer Presteren Podcast. Jouw wekelijkse kop koffie met wetenschapsjournalist Jurgen van Tevelen. En ik, middle-aged man in Lycra, Gerrit Heikoop. Over sport, onderzoek en innovatie. Voor mensen die hun grenzen willen verleggen, maar daarbij de grens tussen onzin en zinvol niet uit het oog willen verliezen. In deze aflevering praat ik met Jurgen over. Winst met wind. De perfecte stroomlijn op de fiets. Dat aerodynamica een belangrijke rol speelt op de fiets laat de historie van het wielrennen zien. Wat zijn de belangrijkste inzichten uit de wetenschap? En is het zinvol voor een recreant om een prijzige Aerofiets aan te schaffen? Voordat we beginnen, nog even drie dingen om aan te denken als jij zelf ook slimmer wilt presteren. Nummer 1. Druk nu gelijk even op abonneren, zodat je altijd direct in de gaten hebt wanneer er een nieuwe aflevering online komt. Nummer 2. Weet dat je Jurgen en mij ook kunt boeken voor jouw volgende bijeenkomst als spreker of presentator. Neem gerust eens contact met ons op via de contactgegevens hieronder. En 3. Deze podcast wordt geproduceerd en gesponsord door Live Online Events. Serieus goede content rondom jouw congres of event. Check www.loe.tv voor meer info. Jurgen! Hey, goedemorgen. Goedemorgen, zijn we weer? Ja. Ik vind toch dat je er anders bij zit. Ach. Ja, bekend van tv. Je zit ja. helemaal te stralen. Jeetje. Ja. Dat ik dat voorheen nog niet dan? Ja, dat wel. Maar toch, uh, ik zie iets anders. De nou, afgelopen vier weken was je iedere vrijdagavond, uh, vrijdagochtend in de podcast, vrijdagavond ja. op tv. Druk, druk, druk. Voor de mensen die het gemist hebben bij uh, Sportlabse Doc. Mm -hmm. uh, beschrijf eens, wat, wat is het voor programma en wat deed je daar? Sport, uh, ja, een programma, een uh, kolfje naar mijn hand natuurlijk. Over ja. sport en wetenschap. Ja. En ik ben daar wetenschapsredacteur. Uh, ja, Tof, man, ja, ik, ik ben er super trots op. Ja, trots op. En uh, nou ja, als uh, uitvloeisel eigenlijk, uh, ik, in principe was ik gewoon de, ik deed het onderzoek. Ja, de research, de uh, precies. Op de redactie. Van welke wetenschap hebben we nodig bij, uh, nou ja, de, bij de, de onderwerpen. Als we over vervleuten gaan spreken, wat is daar belangrijk bij zo'n prestatie? Of bij uh, Schippers, of bij Kieran Badlu. Ja. Totdat en Jetsen, uiteraard. Eigenlijk. Ja, dat ja, zijn de vier. Uh, en op een gegeven moment hadden ze het idee... Well, we gaan een lab uh, inrichten. En ja, is wel leuk als we daar... dan hebben we losse opnames op locatie. Dan moet een beetje aan elkaar gepraat worden. En Jurgen, kun jij dan hier een rolletje inspelen? Nou... Want één kan een ander. Ja, ineens ja. zie je mij dan. Uh, af en toe Wetenschapsjournalist in beeld. Jurgen ja. van Tevelen op televisie. Nou, Even uh, wennen. <lacht> ja. <lacht> nou ja, wat ik zeg. Het maakte mij heel trots. En uh, leuk dat je toch hier vandaag weer wil aanspreken. <laughs> Uiteraard. <lacht> je bent ons ja. nog niet aan ja, het uh, Ik voel me hier nog uh, eigenlijk best wel uh, ja, lekker veilig. En uh, gelukkig. Dus, uh, ik gelukkig. heb hier geoefend, laat ik het zo dat zeggen. Dat is waar. 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 Ja. Nou, een van de dingen die natuurlijk op televisie. moet het nog korter en nog sneller. Ja. dan wij hier in de podcast ons permitteren. Er is en, goed we, geknipt. Ja. Er is goed geknipt ja. en onder andere een heel stuk wat jij had voorbereid over de geschiedenis van de aerodynamica. Ja, en dat is wel, uh, want uh, volgens mij zei, viel jou dat ook op, dat Gregorij mij vroeg, Jurg is er dan veel veranderd, wat heeft wetenschap bijgedacht? Ja, ontzettend veel, punt. En dan denk je, oké. Okay, wat. En daar had ik een leuke presentatie voorbereid. Eh, dus, eh, alleen dat is er uiteindelijk eh, gesneuveld. Dus en, het eh, goede nieuws is: ja. die hebben we hier die vandaag. Hebben we hier. Ja, ja, Lieve luisteraars. En ik hoop ook kijkers, want eh, bij een presentatie, het woord zegt er al, horen ook plaatjes. Ja. Dus eh, als je dit nu hoort in een podcast spelen, je kan ons ook vinden op YouTube. Zoek even naar Gerrit Heikoop, mijn persoonlijke kanaal. Daar vind je alle afleveringen van de Slimme Pesteren podcast. En dan kun je ook in deze aflevering meekijken naar de plaatjes waar we het over hebben. Ja. Die heb ik voorbereid. And... <laughs> Uh, en we gaan antwoord uh, zoeken op de vraag: welke factoren spelen een rol bij de perfecte stroomlijn? Ja. En dan altijd natuurlijk de vertaling naar mijn en jouw wereld. Hoeveel hebben wij daar aan als recreant? Baseren we ons uh, op een overzicht wat jij hebt gemaakt voor Sportlabs de Dok, maar mm -hmm. natuurlijk ook voor jouw boek. Ja, boek komt het, het ook. Maakbare ja. uren lezen we dat ook. En uh, veel wetenschappelijke studies van de, de aero Guru in Nederland: ja. bedblokken, Bed Theo ja. Eindhoven ja. met de uh, befaamde windtunnel. Uh, en dan gaan we eens kijken. En uh, hebben ook wel een aanleiding. Nou, dat komen we misschien zo op. Want uh, we hebben het natuurlijk eerder gehad over innovatie in het wielrennen. Ja. Ook met Guido Vroemen. Ook in deze aflevering gaan we even zoomen met Vroemen. En dan zoomen we met hem even in op uh, de nieuwste tijdritfietsen. Ja. En die fietsen, daar hebben we reactie op gehad. Ja, nou ja, en terecht, denk ik. Want. We, ik... we hebben toen uh, die aflevering. Hebben we het ook wel kort over gehad. Ook met Guido. Hè. En, ja, aflevering en, 30 was dat. Innovaties in ja. deelrennen. wielrennen. Toen hebben we met Guido een tijd zitten praten over aerodynamica. Ja, en toen kwam eigenlijk van... Uh, we hebben met name over de helmen gehad. En Guido zei terecht. Ja, dat is pas interessant als jij uh, harder dan 40 km per uur gaat. Uh, en... Daarmee hadden wij zoiets van, nou ja, dan is het voor ons gewone stervelingen al uh, te hoog gegrepen. Ja, ik denk dat dat toch wel een ergens een belangrijke uh, basisregel uh, is. Jongens, uh, aerodynamica is echt belangrijk als je hard gaat mm -hmm. en in je uppie fietst. Ja, uh, ik bedoel, uh, in een groep rijden, achter iemand aan. Ja, ik in er, een is aerodynamica toch ook heel belangrijk. Ja, in de zin, als je er dan, goed achter zit. Precies, dan, dan je, merk je al hoe fijn het is en hoe ja. je uit de wind wordt gehouden. Maar het is ja, vanaf denk ik 40 km per uur. Kun je wel zeggen, dan is. Uh, en op een vlakke weg is luchtweerstand ongeveer 90% bepaald eigenlijk van uh, ja, de totale weerstand die je als, als renner ondervindt. Dus dat is dan je belangrijkste tegenstander. Ja, en dan kan je best met, uh, uh, met aerodynamica, met uh, ideeën daarover, Het valt best wel zeker wat te halen. Alleen Mooi. de vraag is, ja, uh, hoeveel precies en waar uh, moet je op richten? Een daarvan is natuurlijk de fiets. Nou ja, dat. Uh, uh, wat mij opvalt, nog steeds ook toen ik die fiets van Van Vleuten zag, is uh, ja, het ja, die veranderd. Die fiets van Van Vleuten zien we nu, de kijkers op YouTube zien jou daar aan ja. Dit is een uh, shot uit uh, Sportlabs Dok. Precies, en het is wel grappig. Van ik, ik, ik kreeg al meteen een opmerking, na afloop zei iemand, heel leuk en, en terecht, van hé, hey, uh, ik hoop niet dat je deze band aan de miek ook op je voorbeeld hebt geprepareerd, want die zit verkeerd om. Voor de luisteraars? Oké, okay. oh, de ja. band zit verkeerd ja. om. Dus je hebt daar altijd een, uh, ja, een bepaalde draad in, zeg maar, ja, hè? ja, een uh, looprichting. Ja, en die, uh, daar had hij goed op gemerkt. Uh, dit is ook niet de fiets van Van Vleuten. Oh nee, toch? Een Wat zeg je nu? <laughs> ja, een, een, een <laughs> soort het <laughs> zal een soortgelijke fiets zijn waarmee zij in uh, Tokio uh, uh, zal verschijnen. Een maatje kleiner sowieso. Andere kleurtje en uh, misschien nog, uh, zei ze zelf ook, van ja, misschien nog kleine aanpassingen die gedaan worden. Want elk jaar weer, dat blijft me verbazen: verandert die fiets? Ik denk, ja, die is op een gegeven moment wel uitontwikkeld, toch? Dan ja. heb je met alle kennis van ingenieurs, windtunnels en noem maar op. Of ze houden de boel een beetje achter van, denk, ja, we moeten blijven verkopen. Dat denk ik ergens ook wel. Maar ja, het, het blijft me verbazen dat de laatste, als je gewoon, kijkt kijk, de laatste 10, 15 jaar. De heel veel veranderd is. En dit is exact het punt waar. Even spieken. Ja. Uh, Tim Mosmans ons over mailde na aanleiding van die aflevering Klopt. 30. Dat hij zei: ja, jullie hebben het over heel veel innovaties, ja. maar één onderwerp hebben jullie niet besproken. En dat is de Aero fiets. En ja. hij bedoelt eigenlijk, kijk, uh, we kennen Aero met name van tijdritfietsen, Trilonfietsen. Uh, maar hij zegt ja, de gewone wegfiets is tegenwoordig ook Aero. En dat heeft dan met name te maken als je kijkt naar de vorm van de buizen. Die waren klassiek allemaal rond. Mm -hmm. uh, en, en, maar die zijn nu allemaal een soort druppelvorm en plat. Dus een beetje rond van voren en daarna worden ze plat. En dan eindigen ze een beetje in een. Uh, ja, komt het weer samen. Mm -hmm. De druppelvorm is, uh, is alles. Ja, daar kom ik continu tegen. Daar bedoelde hij op. Van ja, je hebt tegenwoordig. Air, je ook denk ik, volgens mij, het stuur zit iets meer naar voren. Waardoor je al meer die houding hebt. Waardoor je iets dieper zit. Nou, ik heb het er gehad in die uitzending ook over de CDA-waarde, het frontale oppervlak, de A. Ja. Dus je wil je frontale oppervlak, moet zo klein mogelijk worden. Ja, dan kan je in één gedook op een fiets gaan zitten... Dat doe je automatisch natuurlijk op een tijdritfiets met een met zo'n stuurtje, opzetstuur. Op een gewone fiets, als jij net die afmeting een beetje anders maakt... waardoor je iets meer naar voren leunt al, zeg maar... dan heb je al minder frontaal oppervlak. Dat is één. Maar het belangrijkste zit hem gewoon in de aero van de vormen van de buizen. Die zijn plat. CDAA area of frontaal oppervlak doe je met je houding. En de CD is de coefficient voor de drag. Is dat waar CD voor staat? Ja, precies. En drag, dat is de andere component dat als je een lompe vorm hebt, ontstaat er een vacuüm achter de vorm wat eigenlijk aan jou trekt. Precies. Wat je naar achter ja, trekt. En dus dus hoe, je, wil, je wil helemaal zorgen dat die luchtstromen netjes uh, sluiten, eigenlijk sluiten achter, en mooi ja. glij glijden langs die fiets, ja. langs jouw lichaam. En daarom is zo'n druppelvorm zo ideaal, want die aan de voorkant uh, is die mooi rond, gaat het eromheen. En aan de achterkant brengt die de lucht weer bij ja, elkaar. Ja, precies. Zonder allerlei wervelingen, turbulenties en inderdaad, uh, ja, een goede uh, zog uiteindelijk. Daar gaat ja. het om. Ja. En dat, uh, ja, dat zie je terug in die fietsen, hoge velgen. Nou, ik heb ze inmiddels, nou ja, ik heb ze ook. Hè. Ja. Ik heb mijn uh, velgen laten vernieuwen dus, en daar zitten platte spaken. Ja, dat zijn toch wel, uh, ja, denk je, die, ja, logisch ergens. Maar ja, zo, de, de, de spaken zijn plat, de velgen zijn wat hoger. Die kunnen nog veel hoger. Uiteindelijk richting de dichte wielen, natuurlijk. Maar het gaat met name dan, dat is één aspect. Het andere is. En ja, toch even voor iedereen die nu afhaakt en denkt: jongens, ja. ronde of platte spaken, dat ja. maakt toch niks uit. Ja, nou ja, goed, dan moeten we het misschien ook met Bert nou, Blokken of met, met Guido. Het gaat uiteindelijk om de margin, nee, de ja. gains en de, de nou, gratis Ik, ik, ik watts, wil erom aanvullen maar. en ik, ja. ik besef me, ik heb dit verhaal wel eens eerder verteld in deze podcast, maar waarschijnlijk luistert iedereen niet alles. Um, je moet eens gaan rekenen, dat wiel, dat draait natuurlijk een aantal omwentelingen ja. per minuut of seconde. Uh, als jij, ook al rij je zelf nog geen 40, maar je rijdt uh, 33, de buitenkant hmm. van dat wiel gaat... Natuurlijk, heel vaak rond. Ga ja. nog veel sneller doen. Dit gaat misschien wel met 80, 90 km per uur door de wind. Mm -hmm. En bij dat soort snelheden maakt rond of plat natuurlijk wel uit. Ja, dus nee. dat was even een omdenking ja. voor mezelf ook. Dat nou, ik denk, oh ja. en, en het andere is: uh, je kan, dat heb ik ook geleerd toen ik met, uh, ik heb kijkje genomen met Beukenboom... toen in, in zijn windtunnel in Beringen. En uh, eigenlijk, uh, als jij op jouw logische uh, uh, verstand afgaat, dan moet je toch niet te veel doen. Oh. Want er gebeuren allemaal gekke dingen in zo'n windtunnel. Die Aha, lucht die je gaat zeggen, kant het is niet om, zo recht, nee, door recht aan. Je zou denken, alles plat, maar ja soms kom je toch weer dingen tegen. Denk je hey, maar, waarom hebben ze dat daar weer niet gedaan? Nou ja, en bij, bij zijn voorbeeld vond ik wel grappig dat die, hij die, uh, de klep van, uh, van zijn helm bleek die niet goed gesloten te hebben. Nou, moest eigenlijk uh, die hele meting overnieuw. Maar daar kwam een, een slechtere CDA-waarde uit toen hij hem gesloten had. Ah, dus toen zei hij. Ze, dus oh, de voorkant van de hele ja. mooie ronde druppel had gemaakt. Maar toen hij dus per ongeluk ja. ook stond met een kier en een ja, gat. Dat was beter. Ja, dan ga je natuurlijk iemand zeggen. Ja, dat heeft te maken met de vorm van zijn gezicht en zijn neus en zijn kin. <laughs> Kortom, ja, toen hoor ik uh, Jim, uh, zijn coach, al zeggen. Ja, nou, daarvoor zitten we nu hier. Uh, als je theoretisch probeert uh, luchtstromingen. Te verklaren, daar ga je de mist in. Het, uh, en daardoor worden het vaak, dat zegt Bert Blokker dan ook altijd, zoveel fouten nog gemaakt in de ontwerp van uh, hoge gebouwen. Die dan te dicht op elkaar staan of in verkeerde hoeken. Waardoor als je daar doorheen wandelt, af en toe helemaal weggeblazen wordt. Ja. En denkt van wie heeft dit zo ontworpen? Ja, daar ja, is, is een andere toepassing. Even sidestep. Maar er is een andere toepassing bij ja. windtunnels. Is dat ze inderdaad maquettes maken van gebouwen en, en wijken. Om te ja. kijken wat dat er gebeurt. Dat is eigenlijk met de oorspronkelijke lukstroom. functie volgens mij van, van de een windtunnel. Blokken, maar die, ja. Gaat, ja, die, is, die is lekker de hoek van de, van de wielrennen opgegaan. Ja. Dus de, de, daarvoor. Is het te makkelijk om te zeggen ja het moet allemaal maar plat zijn en uh, en, en en nou ja. Plat en glad is ja, dus niet altijd waar. Nee. we kennen ook de ribbels. van het golfballetje ook, en het ja golfballetje. precies ja. inderdaad we hebben het over de pak inderdaad uh, nou ja en alleen ik vind het blijft interessant in uh, gewoon dat het blijft ontwikkelen ja en uh, nou ja neem die, die ons eens mee nou ja, ja. die fiets van Het uh, meest belangrijke vond ik en dat zie je nou dat is toch steeds terug is die dat dingetje daar uh, op de, tussen de bovenbuis en de achterbuis, zo'n driehoekje. Ja, dus de, de bovenbuis, daar, daar ja, is een soort extra plaat ja. toegevoegd. Ja, wat doet dat daar? Ja, nou ja, dat weet ik niet precies. Je gaat denken, dat is toch on, uh, onzinnig, extra gewicht. Want je wil een, ja. uh, een fiets mogelijk. nog wel. Uh, ja. Zit daar een motortje in, denk ik dan. <laughs> ja. <laughs> ja. Reparatiesetje. Ja, repara heel handig. <laughs> nee, volgens mij is het toch hol, dan moet ik even inkijken. Nou, dat is wel iets waar ik denk. Ja, dit, dit is echt iets van de laatste jaar, twee jaar of zo. Helemaal af. Toch? En ja. daar zal echt wel. Uh... Heb je het klaargevonden of nee? nee? Het valt je gewoon alleen op. Ja, valt me ja. op. <laughs> en dat is gewoon dus uh, voortschrijdend inzicht. En dan toch. En nou, dan moeten we het ook nog bij vermelden. Het interessante is, denk ik, door, voor die toppers. Die gaan natuurlijk allemaal persoonlijk die windtunnel in, of hebben zo'n uh, pop staan, die uh, gegoten in de vorm van hun lichaam. Waardoor ze niet zelf... Uh, de hele dag in de nee. winter over te zitten. En dan gaan ze... Ja, en dan maar testen, meten en uh, noem maar op. En dan kom je... Ja, dan kan je, dan kan je elk rikkeltje en elk uitstekertje natuurlijk meenemen. En, ja. Um, tot de perfecte stroomlijn En komen. toch even voor mensen die hier iets verder vanaf staan. Uh, in welke orde grote winst ben je dan ja. nog aan het halen? Nou ja, goed. dat is daar afhankelijk van hoe hard je gaat. Oh ja. Kom ik zo, denk ik, okay. op als we het over CDA-waarden gaan vast. hebben. We gaan ja. gewoon even klikken. Denk ja, ik. klik ons dus even lekker door jouw presentatie nou, in. Kijk, uh, voor die uitzending heb ik natuurlijk ook gekeken. Hé, hey, uh, wat, wie? Nou, dat is een andere. Je denkt, uh, Nederlandse vrouwenwielrennen. Allemaal toppers, hè? Ja. Altijd uh, ja, hij vooraan. Wij winnen vrij en, veel op dit moment. Ja. ja. Behalve als je kijkt naar Olympische tijdrit. Moet je teruggaan, 2004. Leontine van Morsel. Ah, 2004, ja, 2004. Is dat is 17 jaar geleden. Hey, ja. hè, daar hebben we het toch laten liggen. Iets. Ik weet het niet. Nou ja, als je naar die fiets kijkt, dan zie je toch al best wel dus dat is. Welke fiets is? Dus de, is de link. linker fiets ja. in beeld is de fiets van, van 2004. Van, 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 van Morsel. Dan ja. denk je, ja, nou die is best wel snel toen al, hè. Ook zo'n ja. plat stuurtje. Even goed blijven beschrijven, maar we maar hebben gezien, hè, voor de plat, mensen die nog niet denken. Van rondere, uh... rondere buizen. Ja. Ik had voorbereid voor die uitzending wulpse vormen. Dat vonden ze heel mooi, als ik dat zou zeggen. Maar dat is uitgeknipt. Maar vooral ook die, dat zadel. Tegenwoordig heb je echt zo'n ja, zo zadelpen die doorloopt eigenlijk vanuit de, de achterbuizen. Precies, ook dik. En ja, dat laat je nu zien bij de fiets van, van Vleuzen. Ja, bij... Dik, dikke ik zie wel nu dan in die, Oh, maar dat hebben ze allebei. Maar hier zie je al wel in die, uh, in die voorste aansluiting van die bovenbuis. Ja. En de diagonale buis. Zie je ook dat gat al opgevuld? Beetje, hè? ja. Uh, nou, aan de rechterkant bedoel ik dan, hè? bij de stuurpen. Oh ja. ja. Die driehoek is ook ja. uitgevuld, zie je dat? Zie je hier. Wat... Ja, dat hebben ze daar ook nog. Nou ja, het andere is natuurlijk die, uh, de achter. Ja, de, de, de ruimte tussen die achtervork of de achterbuis oh, ja. en het wiel, dat is toen al redelijk minimaal. Dat is, wordt nog steeds... Ja, ja dan dat, kan je net dat is wiel... nu een soort sport, hè? Dat, ja, dat, dat een creditkaart actueel... moet er nog net tussen kunnen. Ja, of een, een tegen een het frame ja. aan. Nou ja, en dat zijn dus... Maar ja, over het algemeen denk ik van een beetje rondere vormen. Uh, met inderdaad losse kabels. Die zie je hier ook nog wel bij... Uh, toen, in 2004. Ja. Je bent de verschillen aan het zoeken tussen en nu en toen. En de kabels zijn nu echt weggewerkt. Alle kabels weg. Uh, en het is toch wat... Uh, stuur lijkt ook platter. Rechter, strakker. Ja. Ja, dat stuur. Ja, dat is een, ook een heel goed punt. Dat was een tijd... Echt dat je helemaal vlak moest gaan liggen. Ja. Ook als triatleet uh, ja. zag je dat. Ja, ik heb dat. Hè, en maar zelfs uh, de, dat de, de, de mensen die vaker luisteren. Ik, ja. ik heb een aerofiets. Ik vind jouw met fiets. Met kaarsrechten ja, uh, Lijkt heel erg op die van Van Morsel ja. een beetje. Wulps had ik nog niet gezien ja. dat hij was. maar nee. uh, <laughs> <laughs> We hebben hem wel eens in de uitzending ja, hangen. Ja, in het decor hè? van de, de eerste acht afleveringen ja. hangt hij. Uh, trouwens, ik zie nu uh, in mijn groepje uh, Middle-aged men uh, in Lycra op dinsdag... Je zit te klikken, wat wil je volgende? Oh, je Zie wil er nog iets ik aanwijzen. mensen die, ja, denk ik denk toch wel drie, hebben echt een nieuwe fiets gekocht. Ja. En dan gewoon een wegfiets, zoals ja. Tim uh, al beschrijft. Ja, Ja, ja. Uh, Want dat, dat, ja, dat wel is ook. Ja, hè? Dat ja, hoort. Ja, daar zijn ze natuurlijk trots op. Wel mooi, het ja, echt wel toch heel, heel prachtig. En inderdaad, gewoon uh, in, in dit soort vormen eigenlijk ook. Platte buizen en weet je, die druppelvormen. Die kom je tegen het hele vreugde? Wat voor budgetten uh, spenderen je een vrienden mij is aan wielrenfietsen? Uh, ja, richting de 6.000. Niet, gaat het al. Ja, ja, erg hè. En dat, daar fiets ik dan mee. Nou, ja. Holy En dan, dan fiets ik daar met zo'n uh, Titanium. Maar waarom uh, hè? Ik dacht dat een dure wielrenfiets 3.000 euro was. Het is alweer twee keer zoveel. Waar, waar betaal je dan voor? Ja, elektronisch schakelen. Dat is, <laughs> oh, ja. hoort nou, er andere ook andere bij. Andere ja. velgen. Nou, ja, het is ja. natuurlijk okay. nou, dat is. Nou ja, allemaal samen. Maar ga door. Ik bedoel, ik gun het die jongens. Ja, natuurlijk. Hebben ze hard voor gewerkt? Hard voor de fiets. Ze mogen wel met mij fietsen. Dat is wel Bekend van tv. Vertel, waar kijk je Kijk, ik ben een van de weinigen die het ook interessant vindt om naar een tijdrit echt te gaan kijken. Vooral bij de Giro. Ja, de meesten zeggen daar vind ik niks aan. Nee. Maar daarom. Ja, dan kik ik toch een beetje op van... Hebben, wat hebben ze nu weer voor nieuws verzonnen? Nou, je ja. ziet hier Ghana, We zien een foto van de koning in de Giro ja. d'Italia van 2021. Nou ja, je ziet eigenlijk hier ook een beetje weer dat, uh, de, dat extra driehoekje. Tussen ja, in de in uh, bo die bovenbuis en de, de zadelbuis, ja. zeg maar. Maar... Uh, Hele hoge velgen. Ja. Voor ook bijna een dicht wiel. Maar wat ik ook wel interessant vind vindt is met name dat dat opzetstuurtje toch wel wat aan het veranderen is. Dat ze iets hoger gaan liggen en dan juist die, uh, de handen niet meer in het verlengde van de ellebogen. Dat je echt vlak ligt met ja. die onderarmen, maar die armen, onderarmen iets omhoog gaan. Ja, ik wou zeggen, ik zie nu ook bij triatleten ja. dat ze bijna als een soort gaan met, met de onderarmen omhoog zitten. Ja, ja dat is... Uh, ja, dat is dus je als, maar is dat beter eerste... dan plat? Ja, dat, dus wel. Ja, je kan je ook voorstellen als je naar frontaal oppervlak kijkt. dat je uh, als jij je armen in een hoek van van inderdaad uh, 9, 9 graden hebt, plat zoals ik nu lig, ja, dan, ja, dan laat die wind maar niet, die ont die, die ja, vang je dan op creëer een soort windbak. Ja, en hier en ze gaan dan die schouders echt de, tegen elkaar zeggen, shruggen. Ja, dan bots je eigenlijk, dan bonk jij zo door die wind heen. Ja. Zo zie ik het. Dat okay. ze daar, uh, het zit super oncomfortabel. Maar in plaats van dat je jezelf meer als een soort druppel vorm naar voren maakt, of als een soort pijl eigenlijk, dat is als je ja. een stuk plat gaat leggen. Je dan gaat dan... van pijl meer naar, ja toch, ja. opeengevouwen en dan ja, dan krijg je toch wel ja, ook een druppel denk ik. Maar okay. uh, ja, er is ooit, heb ik in mijn boek volgens <laughs> mij een suggestie gegaan dat ooit een wielrenner, een Engelse man, uh, die had een te hoge CDA-waarde. Uh, op het punt stond om uh, zijn armen in te korten, zeg maar. Operatief? Ja, dat, of dat echt, uh, echt serieus was, ja. Om eigenlijk uh, aan te geven van dat mensen ver uh, durven te gaan. Maar dat ja. uh, is niet ja. gebeurd, hoor. Maar ja, uiteindelijk gaat het om... Je wilt eigenlijk ook die, die schouders, brede schouders wil je niet. Dus die mensen zitten echt, echt zo tegen elkaar. Dan moet je oefenen, denk ik. Ja. Ook wel, moet ja. je fijn vinden. Nou ja, dat gebeurt met Ghana heel sterk, zie je hier. Ghana zit met zijn ellebogen tegen ja. elkaar. Uh, en, oh ja, en wat ik ook wel, dit heb ik ook van Beukeboom toen geleerd. Daar zat zijn coach uh, continu al op. Beukeboom moest in die, die handen, dat is ja. ook een, een dingetje. Die moet je dan, uh, ja, idealiter, een beetje die vingers op elkaar leggen. Oh? Ja, hij moest altijd al, zijn rechterhand over zijn linker. Ja, misschien is het gewoon... Uh, ook weer om daar een soort ja. gat af te sluiten. Ja. En ik kwam het uh, ja, als, ja, Bert Blok heeft een enorm overzichtsartikel. gezet van de show notes met de hele historie daarvan? Dan komt het, zag ik het ook nog terugkomen? Dat maakt dus daadwerkelijk iets uit. Ja, dan praat je over, nou ja, uh, de, ga je uit van uh, bijvoorbeeld 45 km per uur, wat normaal misschien 300 watt, 350 watt uh, kost, kost dan nou 295. Ja, ja. misschien vijf wortjes. Ja. maar ja op maar ja, de tijdrit al... van de Giro precies ja. daar gaat het om nou die was maar acht kilometer trouwens. Eh, daar gaan we nou ja en dit vond ik dan heeft Jumbo-Visma heeft Tim uh, Huismans in zijn mail die zei al ja Er uh, was altijd een dingetje vorig jaar dat Jumbo-Visma reed gewoon op de verkeerde fietsen vond men de kenners ja want ze reed op Bianchi en Bianchi is prachtig mooie fietsen alleen uh, niet uh, heel vooraanstaand als het om aerodynamica gaat. Dus iedereen zei dit is een goede keuze geweest dat ze zijn overgestapt naar Cervelo, wat wel een Okay. ja zeer vooruitstrevend uh, uh, fietsenmerk. En weer is. voor de luisteraars die niet meekijken op YouTube. We dus zien Thomas, hier twee uh, foto's. Ja, Thomas Vos. Ja, die, uh, op zijn Cervelo tijdritfiets. Ja, van de deed hartstikke goed. En dan die Affini deed ook goed. Ook weer dat driehoekje achter. Ja. Ook weer die nauwe afstand tussen achterwiel. en. Wat ik uh, vooral opvallend vond aan deze sturen. Ja. Is dat ze een soort, uh, wat is het? 10, 15 centimeter omhoog gaan. Ja. Vanaf het stuur. Klopt. Een soort opzetstuk. Ja, en dat je voorheen dacht je dat je moest heel laag gaan zitten hè, met je ja, armen. agressief ja. heet dat dan. Ja. En hier is eigenlijk dat de hoogte van het stuur ten opzichte van het zadel nou bijna dezelfde hoogte is. Hè? Dus je zit eigenlijk met je wel comfortabeler lijkt me. Misschien ja. is, het, is dat er ook de reden erachter. Dat ze zeggen ja, kijk, het is altijd een, een compromis tussen winst op de stroomlijn ja. en uh, je wel je vermogen kunnen trappen. Ja. Als je en te is, veel dubbel gevouwen zit, kan je het niet meer leveren. En dat is bijvoorbeeld Tom Dumoulin, is, ja, is mij verteld, dat heb ik gelezen. Dat dat een van de weinige renners is die evenveel kan trappen op zijn wegfiets en op zijn tijdritfiets. Maar dat bijvoorbeeld andere renners altijd toch iets minder kunnen trappen. Door die houding? Ja. Alleen dan ga je berekening maken van, oké, okay, wat is de winst die de, de aerodynamica oplevert ten opzichte van het verlies van het uh, vermogen in je kan trappen? Nou, dan hebben ze het er vaak wel voor over. Ja. Ik kan, ja, misschien dat met deze stroomlijn uh, het, uh, zelfs het vermogen, uh, afname in vermogen minder wordt, het gewoon comfortabeler trappen is. Uh, ja, alsof je dus helemaal niet meer zo agressief hoeft te trappen. Ik vind het even spannend, je gebruikt het woord misschien. Dus wij speculeren ja. hierover. Dit weten we niet. Nee, Bert Blokke zal het weten. Want die test, die Jumbo-Visma-renners. Die, die, die heeft hij het jou uh, nog niet willen vertellen? Nee, nee, dit, nee, uh, nee. dit zijn altijd de geheimen, uh, de, geheime, de ploeggeheimen. Het kan best dat Bert Blok over drie jaar... Uh, Daar een mooi stuk over schrijft. Nou, ja. Wat algemener. En dan dit vond ik wel... Uh, ja, dan... Je wijst nu naar een tweede foto onderaan. Ja, dat dus het opzetstuurtje was natuurlijk klassiek. Had je altijd twee... Opzet beugels, zullen we ja, zeggen, ja. die met het stuur gewoon een stuur verbonden waren. Dat is er nu nog maar één geworden. Zie je? Nou, nah. ik zie toch twee staanders omhoog? Nee, ik zie er maar één. Ja, hij ligt op twee staanders, maar de Oh, verbindingstuk... En dan is er gewoon één ding naar ja. voren toe, bedoel je. Ja. En dat zit, nou, het, ik vind het bijna acrobatiek. Ik vind het ook een beetje spannend. Zou jij zo willen fietsen op zo'n. Daar heb je één steunpunt uiteindelijk. Je ligt op twee. Ja, hoe uh, ik ermee uh, omga in mijn triathlons als amateur, altijd ja. goed omdat even Ik ga gewoon bij de bochten van die beugels af. Ja. Dus uh, okay. als, ik, als ik een recht stuk heb, dan denk ik dat niet uit, maar nee, ik heb maar het maar gevoel hebt, dat ik niet kan sturen als ik die beugels be terug. Een deksel of een. Uh, een ja, ja, daar of ben ik een natuurlijk een keer op. ooit ja. flink mee gevallen. Mensen nou, die mij maar dit, dit, je is de enige ploeg die dit nu heeft. Nou, dit, gaat, dit gaan ze volgen. Je kan je ook voorstellen, ja, logisch, dat dit wel wat oplevert. Want in plaats van twee. Uh, twee objecten ja. uh, waar de wind mee te maken krijgt, heb je nu nummer één. Ja. Dus nou ja, nogmaals, elk jaar weer uh, smullen voor, uh, uh, voor, voor mensen zoals jij over wat daar gebeurt. Ja, nou ja, de smullen vanuit het oogpunt van uh, techniek, uh, techniek en innovatie. Ik zelf doe het gewoon op een klassieke titanium fiets met, uh, met ronde vormen. Maar, nou ja, hey, um, Je hebt voorbereid. Zeker, daar moeten we naartoe, hè. Ja, ja. anders. Nog even over uh, waarom we niet, uh, niet. De recreant niet meteen moet denken. hé. Hey. Ik moet ook zo een, een aerofiets of ik moet ook... Nee, maar uh... dat ik dit verhaal heb, weet ik zeker dat ik al drie keer in deze podcast heb verteld. Maar toch voor de ja. nieuwe luisteraars, waarom heb ik nou een aerofiets? Ik begon met triathlon in 2017, kocht een fietsje van 50 euro. Eerst maar eens kijken of ik het leuk vond. Ja, mm -hmm. ik vond het leuk. Ja. Ik werd verliefd op die sport. Dan dacht ik, nou, dan mag ik nu ook een aerofiets. Even de budgetten waar ik dan shop is lekker tweedehands. 12,50. Nou, wel een dure wielen bij, Dus laat ik eens 1500 euro of 1600 euro uitgegeven hebben. Um, en toen had ik een aerofiets. Carbon... Je kunt hem met een pink optellen. Prachtig. Nou, helemaal happy die peppy. Totdat, ja, hoe onwetend kun je zijn? Ik was echt nieuw. Ik erachter kwam dat je met zo'n fiets helemaal niet in groepen kan nee. fietsen. En helemaal niet welkom bent nee. bij de training van de UHTT ja. met, uh, met zo'n fiets. Dus toen heb ik ook nog maar een naast gekocht. Als ik dat geweten had, had ik denk ik nooit een tijdrit fiets gekocht. Maar ja, hè, het, het moet een soort cadeautje zijn en aan je jezelf. Je hebt toen, uh, niet een vermogensmeter aangeschaft. En dan die op nee, beide fietsen. Twee fietsen. <laughs> en dat je dan kon gaan vergelijken. En ja, nee, heb ik niet mijn gedaan. CDA nee. Nee. Nee, want we, je zet hier een grafiek nee. in ja, ik beeld. Fietssnelheid versus vermogen. Ja, op dit vergeten gewoon kop. toch heel veel mensen. Dit is gewoon de basisrelatie tussen snelheid die ja, je haalt. Kilometer en het vermogen uur. dat je daarvoor moet trappen. Ja. En dat is een... Ja, dit is een, een, dus we een, zien snelheid op de horizontale ja. as. Hoe verder naar rechts, hoe sneller. En we zien vermogen, benodigd vermogen, op de verticale ja. as. Hoe. Uh, Hoeveel heb je nodig? Ja. En dan zien we drie lijnen. Ja, nou ja, we gaan de voorbeeldlijn is eigenlijk gewoon, zeg maar, de rode lijn voor iemand die weinig aan de aerodynamica denkt. Ja, een soort uh, hockeycurve. Ja. Begint natuurlijk laag-laag en gaat dan steeds sneller omhoog. Steeds meer wat. Ja, voor iedere kilometer extra. Exponentieel kennen we een beetje van COVID. Dit is eigenlijk tot de derde macht, is oh. deze relatie. Maar dat betekent eigenlijk dat je tot, nou ja, tot 25, 30 kilometer... Ja, gebeurt er allemaal nog niet zoveel, hè? Nee, nee. Maar pas vanaf inderdaad hoge snelheid, 45, 50... dan gaat hij echt... Ja... Flink omhoog. Die relatie. Dan heb je dus voor dezelfde snelheid. Ja. Kan je ineens veel meer vermogen gaan gebruiken. Als jij het rode lijn. Bijvoorbeeld. Uh, echt met een, een losse broek. En rechtop op je fiets zit. Ja. En dan gaan we omlaag. In die, uh, pakken we een andere lijn. Die ik hier heb getekend. Met een betere stroomlijn. Maar ja, dus dat dus kleine groep en grote groep. Ja, bijvoorbeeld. Als je in een groep rijdt. Maar hetzelfde kan ik neerzetten van. Uh, triathlon uh, fiets of aerofiets. Okay. of uh, nou ja, daar gaat dat is eigenlijk de speelruimte die je hebt, en dan zie je daar bij 40 km per uur bijvoorbeeld van 300 watt die je dan moet trappen. Dit is maar een voorbeeld, eigenlijk. Hè. Dat je ja, uh, ja, ja, een beetje ik. af van de omstandigheden? Heb je nu 200 watt nodig? Nou, dat scheelt wel, hè? ja, dat is significant ja. uh, minder trappen. En dan nog even voor de duidelijkheid: de, uh, de stijlheid van die lijn, die relatie tussen snelheid en vermogen. Die wordt gegeven door het CDA-waarde. Ah, daar dus is hij. dat, als je zegt, wat is die CDA-waarde? En daar dus zie is... je dus ook heel goed, de mensen die meekijken, en anders zal ik het beschrijven, ja. is dat bijvoorbeeld daar bij die 40, daar is hij inmiddels zo stijl, die lijn, dat als je van 40 naar 41 wil, dan, moet je, dan kost je echt heel ja, veel extra wat. klopt. En daar, dus in die range, kan je je voorstellen dat elke... Elk watje telt. Ja, en elke afname in CDA-waarde iets oplevert. Ja, dus dat is ja. eigenlijk de speling die je hebt. Als jij een CDA-waarde van 30 of 0,3 is dan... Van de, de recreant eigenlijk meer je recht op zit naar, nou ja, 0,2, maar dan moet je wel echt opgevouwen gaan zitten, kan halen. Ja, ja dan heb je behoorlijke winst. Dat is eigenlijk uh, uh, anderhalf ja. keer uh, winst. Helder. Dat is even goed over het waarom waar we naar kijken. Ja. En, uh, en nogmaals, uh, op geval zitten... Uh, je levert misschien weer wat vermogen in. Dus dit is nog een theoretisch de, kader ja, natuurlijk. Dit, de, de, de theoretisch kader, heerlijk. Maar hey, nu maar, uh, gaan we naar een historisch ja, kader. Ja, dat is mooi. Hè, want, we uh, krijgen nu toch voor iedereen die nog steeds op Spotify of Apple Podcast... als je trouwens op Apple Podcast zit te luisteren nu... laat nog even een review achter. Het is al een tijd <laughs> geleden weer dat we een mooie vijf sterren hebben gehad. Willen we altijd van je horen hoe je het vindt. Uh, Spotify, misschien uh, toch even over naar YouTube... want nu komt er toch een foto. De presentatie, ja, jongens. Ja, ja. De historie van de aerodynamica. Praten snap, ze erheen. Maar je snapt ook dat ze mij eruit geknipt hebben, bestemdok. We zijn nu al. We 20 minuten bezig. Eigenlijk moet je nog een stapje terug. Dit is 1913 Marcel Bertet. Ja. Dat is een van, de, ja, een van de grondleggers toch, die al inzag als wielrenner van, hé, hey, aerodynamica is belangrijk. We zien hier een zwart-wit foto van een man met een bolhoed. Die houdt iemand vast. Die zit eigenlijk ja. in een soort vliegtuig op de fiets. Precies. Zo kan ik het niet anders zo, Een soort druppel is het eigenlijk. Ah, ja. eigenlijk. Maar dit is een, een constructie die hij helemaal om zijn fiets heeft heen ja. gebouwd. Eigenlijk een soort wat je nu wel ziet met die lichtfietsen. Ja. Alleen dan zit hij er normaal op. De, de wielen steken er onderuit. Precies. En, en het uh, dat, sluit dat, dat, zich helemaal om hem heen. Ja, hij heeft een een deurtje gemaakt, dat gaat straks dicht. De man met de bolhoed is een vliegtuigconstructeur, die heet Buno Varilla. Oh, die heeft zijn er naam op. erop gezet. <laughs> ja, ja. De Velo is, uh, is uh, torpedo in het Frans. Ja. Dus ze hebben de eigenlijk een torpedofiets fiets ontwikkeld in 1913. En, ja, en deze vent die. En wat voor materiaal is dit? Ja, is dat dan hout uh, met tent, doek of zo? Ja, tentcel, inderdaad. Ja. Of, uh, Houten latjes, denk ja. ik, hè, frame. Ja. Ja. Totaal was 17 kilo heb ik gelezen. Kost, uh, maar hij, die Marcel Bertet, die was trouwens al, die schoor ook zijn benen en die droeg zijde shirt. In die drukkel, ja zie ik. Uh, die was al van de aerodynamica, maar met. Uh, hij heeft wel een fixie, hè? In de versnelling. Uh, ja. ja. maar dat was toen al. Sowieso denk ik is goed te melden. Heel veel innovatie en uitbaanieren en vooral werelduurrecord zoals je wel weet uit het maakbare uit het uur, het, maakbare het, uur het, het fameuze boek dus van de man van tv. Die plaatjes komen terug. Deze gast die ging wel knetterhard. Uh, 1913, 5 kilometer uh, reed hij 53 kilometer per uur. En eigenlijk die recordtijd die is pas echt nou, in de jaren 90 verbeterd. Niet dat uh, zijn record nog stond, want de UCI of de voorloper van die had zoiets. Dit heeft niks meer met fiets te maken. We gaan ja. dit wel uh, uitbannen. Dit is dus een het voertuig. Verboden. Ja. ja, ja, ja. Helder. Maar dit geeft me aan dat de slimmerikken in het wielerpeloton, die, die zijn er altijd al geweest. Eigenlijk 20 ja. jaar daarvoor was er al iemand die aan een, een koers verscheen met een wind, een schermpje op zijn fiets. Ja. Ja. En uh, nou ja, dat heeft, of het hielp weet ik niet. Zo'n ding wat ook voor een kinderzetje ja. zit. Ja, nou ja. Goed, je moet slim zijn, hè? Ja. Okay. We gaan verder. Nou, hey, dit is een Oscar. Beetje Oscar Erke. Dat is ook zo'n... Je uh... had zijn naam mee. <laughs> ja. Toch, we gaan het weer even die proberen te schrijven. Die dacht toen van, hey, een... als, als zo'n hele stellage niet mag, die, die gedacht wel aan de druppel. De druppel was bekend van, is belangrijk, als ik nou zo'n punt... Achter mijn kont uh, steek. Ja, dus we, nou. we zien een weer een zwart-wit foto met een wielrenner op een fiets die we al wel herkennen. Hij zit gewoon aan de voorkant, ziet het er normaal uit. Maar ter hoogte van zijn heupen, zijn kont, zit er een soort, ja, wat is dit? Een soort, ja, een vleugelpunt achter ja. of zo. Steunt ja. af op zijn achterframe. En uh, er staat ook, uh, dit is de Velo Fusee. Ja. Oh, en hij heeft gewoon een mooie achterzitje daarvan gemaakt. Hè? En dat is echt, ja, uh, dus alles maar om de C in de CDA hier omlaag te brengen. Dus door om zijn, om zijn drag ja, uh, te verminderen. Ja. ja, om die lucht goed te uh, geleiden. En, uh... Wilde dit een beetje? Dit wilde ook. Okay. Maar er was toen wel al een tijd dat UC zei: ja, maar dit gaan we ook niet doen. Hij, hij reed ook records op de 10 kilometer of zo, of noem maar op. Uh, nee, zeker. Helder. Uh, maar. Toen, dat mocht niet, maar toen kwam deze uh, middelmatige Franse wielrenner Francis voor. Uh, in 1933 was dat ook. En die ging het Wilter Urenkorf betere richting de 45 kilometer, als ik me kan herinneren. En dat was shocking, want die vent was in het normale uh, wielerleven helemaal. Uh, stelde niks voor. Nee, precies, gewoon een knecht. Uh, maar ja, hij kwam wel op een, uh, op een lichtfiets aan, eigenlijk. Uh, hij kreeg nog allerlei verwensingen naar zijn hoofd. Van, van zijn concurrenten, zo grappig te vermelden. Dat hij zei: hey, uh, lui, uh, lui, uh, Lamzak, kom ja. eens even rechtop zitten. Uh, we zitten hier niet. Want wij uh, weten inmiddels wat een lichtfiets is. Maar je ja. zegt dus eigenlijk: we kijken hier naar de allereerste lichtfiets. Ja. We zien dus inderdaad twee kleine wielen. Precies. We zien een soort dubbele kettingconstructie. Waardoor hij helemaal boven zijn voorwiel heeft, zijn, uh, zijn trappers en ja, zijn aandrijfas. Zijn aan de, ja. En hij ligt zelf achterover. Op een soort kuipstoeltje met een lange stok richting zijn voorwiel ja. in, de, in de hand. De eerste legfiets. En dan ging je hard op. En dan uh, verbeterde het. En, verbeterd, en dan heeft toen. Ja, dat kan ook. De reden wel dat discussie. dit dus werkt is omdat je zo plat achterover ligt. Heel klein frontal. Dit is met name je A, ja. Ja, ja dat, daar zijn ook berekeningen nu wel van gemaakt. Ja, Van een 0,2 die een, een wielrenner vaak maximaal kan halen van CDA. Dat wordt misschien iets 0,19 als het heel klein is. Ja, volgens mij ga je hier al richting de... Nou ja, echt tien keer zo laag. Misschien nog wel, wel veel meer. Twintig keer zo, zo laag. Ja, dat scheelt enorm. Ja. Martin. Ja, daarom bij lichtfietsen. Als je die records kijkt. wilt u record van uh, lichtfietsen is al uh, in de 90 km per nu. uur. Ja. ja. En uh, topsnelheden. Maar dat is dan wel met zo'n uh, carbonne kuiper ja, zo eromheen. Klopt. Ja, je hebt En dan topsnelheden. Echt. Die zijn in, in de... Nou, in, ergens in de honden. Hebben we ook wel eens over gehad. Ja, uh, het in het Utrechtse begin. 10. Ja. Richting was het uh, 150 km per uur? Ik weet het niet meer. Ja, maar. Ah, fijn. Luister dan. Toen had de UCI namelijk had zoiets. We gaan naar ja, fiets, moet fietsen blijven. En dat uh, we gaan terug naar de klassieke Toen. We fiets. springen van de jaren ja. 30 naar 1972. En Eddie Merckx, uh, die was, daar ga je zeggen, ja, maar die had niks met aerodynamica. Ja, dat is natuurlijk een beetje onzin. Want die had wel echt een fiets. En er was ook heel veel aandacht aan besteed. Uh, die was met name licht. Hij is, uh, we kijken nu naar een foto van Eddie Merckx op de baan. Ja. Met een fiets. Ik heb nog nooit zoiets kaals gezien. Ja. Toch? Er zit dus alle, helemaal nee, niks je hoeft, aan de schakel. Je hoeft niet te nee. remmen op zo'n baan, dat is het voordeel. Ja. Uh, nou ja, ze hebben ook die bovenbuis was iets langer dan zijn normale fiets. Ja. Het scheelde 3 centimeter. Waardoor die wat verder naar voren En het wat... was super licht materiaal. Hij was volgens mij 5,8 kilo. Uiteindelijk, de fiets mag niet uh, lichter zijn dan 6 kilo. Die, die grens is er nog steeds. Uh, zijn werelduurrecord werd wel goed gekeurd. Ja, merks. Ja. Er werd niet gezegd van, hey, lichte mag niet. En hij ging op Mex in Mexico fietsen. Daar heb je al minder luchtweerstand. Maar dat heeft te maken met de dichtheid van de lucht. Dus met de hoogte. Ja. Ja. ja, precies. Maar dat draagt dus wel bij aan het effect van de A-waarde. Ja. En, en ook trouwens van de CD-waarde, allebei. Ja. Ja. Uh, want er is gewoon minder zuurstof wat of aan je kan trekken... of wat je opzij moet duwen. Ja, ja. ja. Helder. We um, gaan door. 1984. Toen we, dat, dat bracht wel echt een shock teweeg. Want er kwam Francesco Moser, die kwam met een hele spectaculaire fiets. Nou, oskopstuur, stuur, dichte wielen, zie je. Is dat, is dat het nieuwe hier? We kijken ja. weer om naar een zwart-wit foto uit 1984. En dan die, vorm, ja, die achterbuis is gekromd. Oh ja. En inderdaad, oskopstuur, dichte wielen, waarbij dat achterwiel is gro groter dan het, het voorwiel, waardoor die iets al naar voren gaat zitten of uh, omlaag gaat zitten. Ja. ja, dat zijn wel de vernieuwingen van, uh, van En het grote moment. voordeel van het dichte achterwiel, daar hebben we ook al eens kort over gesproken, is dus geen wind die tegen een, uh, een vellig aankomt of zo. Het gaat er allemaal langs. Ja. Het ja, moet... gevaar op de weg is... Zij wint, vlagen Klopt, en je bent precies. Weg. Dus ja. niet, uh, ja, die fouten worden ook nog wel eens gemaakt. Er was een hoop discussie, want ze zeiden, ja, hey, mag dit zomaar? Officieel volgens de reglementen mag je namelijk geen toevoegingen aan een fiets hebben, maken, die jou uh, voordeel geven. Maar uh, het verweer van uh, Moser als een clubje was, ja, maar het zijn geen toevoegingen, want de spaken zijn eruit gehaald. Ja, als je geen spaken hebt, moet je toch iets in dat wiel stoppen. Ja. Dus dit is één groot spaak, zullen we maar zeggen. Ja. Eenspaak, creatief. Ja, uh, ja hij, had natuurlijk, hij kwam uit Italië, had een, een goede club van mensen om zich heen die ook een rol speelden in de UCI. Hij had zijn eigen fietsfabriek toen al, dat zijn Moserf fietsen. Dus hij had uh, ja, het goed voor elkaar. Uh, uh, ook uh, zijn schoenen, die zaten al vast aan de trappers. Oh ja, dat, al een, dat zien we ook. Uh, ja. En helemaal ingepakt en er zit geen veter of geen klittenband of niks en in. En hij was ook de eerste die een beetje met lange mouwen ging fietsen. En uh, lange benen uh, of st uh, stukken. En dat ja. werd toen ook al wat, wat, ja, afgevraagd, mag dit? Maar het mocht. Het is, een, is een soort schaatspakken, ja. als ik er nu naar kijk. Hij is helemaal ingepakt. Maar de helm had hij toen nog niet. Of nee. die was er toen. Uh, dus dat is, dus, ja. Dus dan gaan we, uh, nou ja, de, de helm. Dan, ja, dit moment hebben we het ook vaak over ja, gehad. 1989. 1989. Ja. Een, een schier onmogelijke achterstand uh, op de ene laatste etappe. Wist Greg LeMond om te buigen in een acht seconden voorsprong. In de slottijdrit naar de Champs-Élysées op zijn naaste belager, uh, de Fransman Laurent Fignon. En we kijken dus nu ook naar twee foto's uit die tijd. Ja. uit uh, 89 op de Champs-Élysées. Naar ja, een uh, fiets. Waarvan ik weet dat hij toen heel revolutionair was, maar dit ziet er nee. nu zo ouderwets uit. Het is gewoon staal en het is gewoon een, een driehoek en ja. inderdaad een dicht wiel. Maar, uh, Fignon, maar het innovatieve was hier dat, dat grote triathlon stuur. Ja, klopt. Want Fignon die had eigenlijk die had twee dichte wielen en die had uh, een ossenkop stuur, maar dus nog geen opzetstuur. En die had geen helm op, dus ja, waar lag het nou precies aan? Maar het is inderdaad uit de Trielandwereld overgewaaid. Uh, ja, dit opzetstuur. En mensen zijn ervan overtuigd. Van, ja, dat dat een bijdrage heeft. En nou, eigenlijk zie je wel een beetje zoals ze nu weer een beetje op die fiets zitten. Hè, met iets meer die, uh, die handen wat hoger dan de ellebogen. Ja. Dat had uh, Le Monde al een beetje wel te pakken. Oké, okay. next ja. step. Next step. Ja, toen was dit was nog staal. Uh, toen vonden de makers, uh, de autofabrikanten, Lotus is zo'n Engelse automaker, die kon uh, en, en het carbon werd ontdekt. Nou, met carbon. We hebben het over 1992 alle, staat ja, hieronder. Die kun je in alle vormen en maten gieten. En dit gebeurde dan voor de uh, acht, olympische achtervolging 92 in Barcelona voor uh, Chris um, Boardman. Ja, we zien en, hier een, een frame uit één stuk ja. eigenlijk, een soort ja, nou dat is het. Een soort ja. plus. Is, is het echt naar voren en naar achteren. Ja, ja, alles ik... zit aan elkaar. Ja. En dan dicht achterwiel en daarvoor zo'n zo tri spoke ja. wiel. Uh, met de, en dat die... is dan allemaal gefinetuned in windtunnels. Of ja. In ieder geval op dit Precies. moment dachten ze: we doen niet een dicht wiel, we doen drie grote platte ja. spaken. Dat soort dingen. Op dat moment ja. wordt de windtunnel in. En we zien hier over gezet. die stuurtjes heel laag ja. ten opzichte van het zadel en recht vooruit. Ja. ja alsof dan ja hebben ze dan verkeerde testen gedaan of ja, ja, hebben ze gewoon ja, ja. niet goed nagedacht uh, ja dus nou Boardman, uh, dat is wel een vernieuwer geweest ja want die was ook voor het U-Record natuurlijk een, uh, een goede kandidaat en die werd uitgedaagd door deze uh, uh, schot Graeme Aubrey dus natuurlijk als je het U-Record zegt innovatie heeft iedereen het over Obrey. Dus een, uh, een Schotse fietsenmaker, een amateur, die uh, met deze fiets op de proppen kwam. Met onder andere, lees je dan altijd onderdelen van zijn uh, wasmachine. Die had hij in de, zijn bracket gestopt. Maar het was absoluut geen dommerik, want hij had nou ja, sowieso lichtgewicht materiaal. Ja. En heel aerodynamisch. We zien hem nu, hij rijdt met twee van die drie spakenwielen. Ja. Gro drie grote platte spaken, geen dichte wielen. En? Ik zie een frame zonder bovenbuis. Dat loopt eigenlijk ja. in één keer van de stuurpin soort... naar achter, naar het Een soort kinderfietsje. Ja, en dan een soort omgedraaide driehoek naar zijn, naar zijn zadelbuis. Ja. En hij mist hier bij de voorvork, heeft hij nog maar één... Uh... Eén voorvork. Ja. ja. En, en het en lijkt een daarvan. heel kort frame. Het ja. lijkt alsof zijn zadel en zijn stuur heel dicht bij elkaar zitten. En hij heeft natuurlijk, dus hij zit op zijn uh, stuur als, ja, dit is inderdaad de tuk, de, de tukhouding of de bitsprikhaan. Uh, ja, opeengevouwen ja. en met eigenlijk de schouders direct op de handen. Ja, en, zijn en het hoofd het daarvoor. is, ja precies, zijn hoofd ja. zit voor zijn handen. En zijn, zijn vuisten zitten onder zijn schouders ja. met dan zijn ellebogen helemaal tot aan zijn heupen langs zijn uh, bovenlijf gestoken. Ja. Helemaal op elkaar gepropt. Dus ja, wat je dan ziet, ja, de, 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 de A-waarde... Is minimaal. Heeft niks, niks te maken met, met die armen die in de nee. weg zitten eigenlijk. Nee, nee. De, de, de helm is als eerste, komt in contact... Met de lucht waar je doorheen wil uh, uh, gelijk Lijkt me ook lastig naar voren kijken hier. Maar het is natuurlijk op ja. de baan, dus dat hoeft niet. Hij dus hij, uh, hij verbrak dat werelduurrecord. Er uh, was iedereen weer een rep en roer van... Ja, uh, is het nou innovatie of is het fietsen? Nou... Uh, hey dat is een bekende Mi ja, naam. Ja, Indurain. Die Indurain, uh, heeft 1994. ook dat werelduurrecord toen verbeterd. Carbon, dit noemen ze het zwaard. Espada. Deze fiets. Oh ja, ja, omdat waar Chris Boardman nog een, een soort Carbonne Plus had, hebben we nu eigenlijk een soort kartonnen drie-ster. Ja. We Klopt. zien drie punten. Eén naar voren waar het stuur aan zit. Eén naar schuin achter waar het, uh, ja. uh, nou ja, de, de, de trappers en de ketting en alles aan zitten. En één naar een achter, uh, achter voor het zadel. Italiaans merk. Uh, dat is volgens mij de ontwerper van Lamborghini. Heeft hier ook zijn bijdrage aangeleverd. Ik vind wel optisch op deze foto. Dat lijkt alsof hij heel hoog zit. Toch? Ja. Heel open. Ja, Zeker ja, vergeleken met Aubry. Ook net? in Durain had hij natuurlijk ook een beetje een, een grotere ja. uh, grote postuur had hij sowieso. Het gewoon ook heel veel vermogen natuurlijk. Ja. Wel weer een dicht wiel zien we? Ik vind het wel... Ja, Spaken en het voorwiel. Een lelijke fiets ergens wel, <laughs> toch? Maar goed. Wel opvallend. Wel opvallend. Nou, Obrey uh, is eigenlijk de uitvinder van, de, van deze uh, Superman houding. Ja. Maar die heeft later Chris Boardman ook overgenomen. En die heeft uiteindelijk met deze houding... Waarbij je echt je armen helemaal naar voren ligt. Een stuk comfortabeler. En ja, want we zijn nu in 1996. Die... Terug ja. bij Chris Boardman. En die, die ligt als het ware... Precies, die heeft zijn armen helemaal naar voren gestrekt, hij ligt als een superman. Ja. Uh, dus superman maar zijn benen zitten nog wel recht onder zich. Ja. Dus hij moet wel ergens nog die hoek om en die kracht naar beneden. En het levert wel uh, voordeel op, want hij heeft uiteindelijk ook kijk, Kampenaars heeft dit jaar dat wereldurkooi weer een stukje uh, omhoog geholpen naar boven de 56 kilometer. In welke nee. houding? In een om, ja, dan ga je denken, maar hoe afwijkend is dit? Er zijn wat regels, met name van waar die stuurpen bovenop uh, ten, ten opzichte van je vooras mag zitten. Ah, dus dit mag niet dit dus is vandaar, te ver vooruit. Dit is te ver vooruit. Ja, dus je moet een bepaalde hoek hebben of uh, creëren tussen je, bij, bij, uh, bij je ellebogen. Mm -hmm. Hij heeft uh, iets van 56, 375 meter volgens mij gefietst. Het levert wel voordeel op, maar men vond dit te gevaarlijk, heeft men dan over of zo. En vandaar ik... dat jij net zei bij dat stuurtje bij Jumbo-Visma, wacht maar, dat ja. wordt nog wel afgekeurd. Nou ja, wie Want weet. Want dit is ooit afgekeurd, nou ja. dus uh, ja. ja. Waar, uh, precies, men zoekt gewoon, renners zoeken de grenzen op. Ja. En dan uh, is het aan de UCI om te zeggen, hé, hey, uh, dit, uh, dit vinden we te ver gaan of dit wordt gevaarlijk. Ja, nou, daar kunnen we het zo ook nog over hebben. De, de houdingen die afgeschaft zijn, hè, verboden zijn nu in het peloton. Even snel verder van. Nou ja, dan uh, ga je 2014 Tom Dumoulin. Ja, dit lijkt alweer heel, heel erg de fiets, vind ik, die ze nu ook wel hebben. Ja, toch? we kijken naar een foto van Tom Dumoulin in zijn ja. oranje pak voor Nederland. En eigenlijk, ja, dit is een fiets waar we net ook mee begonnen. Hè? Ja, behalve opzet. dan weer dat, dat driehoekje achter. Oh, dat, is die, weg. Uh, ja. dat is er nog niet. Dus het driehoekje, de, de stuur, uh, ja. nee, de bovenbuis loopt loodrecht op en de zadelbuis. En volgens de mij lopen nog wat kabeltjes. Ja. Uh, net, net een beetje buiten, uh, buiten de, 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 de buis daar. Dus ja, nou ja, goed. Uh, continue um, innovatie. Ja, nou mooi overzicht, uh, ja. Jurgen. Ik snap ergens wel. Nee, ik snap <laughs> niet dat het geknipt is. Ik vind het super irritant, ja. maar uh, 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 interessant. Ja. Maar ik snap wel dat, uh, dat het even duurt om hier doorheen te ja, kletsen. Maar ik, ja, nog steeds denk ik, oké, okay, uh, wie hebben dit nodig? Uh, Moeten we dit? Uh, ja, moet ik hier nou iets mee? Hè? Met ja. zo'n fiets? Ja, nou ja, die doe je voorbeeld. Kijk, ik heb uh, je had het over dat opzetstuur en dan de tridlon, aparte triathlonfiets. Die heb ik wel een tijdje, heb ik mijn opzetstuur op mijn fiets gehad. Toen ik wat meer triathlons deed. Nu ja. niet meer. Ik heb vorig jaar volgens mij, mag eigenlijk helemaal niet. In uh, Amersfoort had ik iets verzonnen. Waarbij ik met uh, schuim heb ik op mijn uh, stuur aan de bovenkant zeg maar, vastgemaakt. Van rondjes. Ja, ja. En daar kon je dan gewoon je armen opleggen. leggen. Zonder opzetstuk ja. naar voren. En eigenlijk gewoon uh, op die manier zat ik ook. Getukt. Zat je gewoon met je elleboog het sturen? Ja. En, en het mocht. Ik bedoel, er is geen. Uh, hoezo het mocht je, bedoel, ja. je bent niet van de weg gehaald nee dat is toch wel een slecht advies vertellen nou ja maar dit, dit is verboden ook hè. je ziet af en toe zag jij de laatste jaren mensen op een uh, gewo tijdens de gewone wegwedstrijd ja. als ze ook uh, alleen er vandoor gingen ja zaten een beetje in die, uh, die houding dat ja. ze bovenop hun uh, ja met de elleboog onderarm, sturen. ja mag niet meer mag niet meer te nee. gevaarlijk dus voor even, ik he? ben niet gevallen, maar... Uh, je toen, weet, Keistad luistert, hè? He? We hebben contact met de maar organisatie me wel, van de Keistad. Ik kan me wel om. voorstellen, af en toe dacht ik van... Oeps, dat ging net goed. Ja. Maar je nee, maar het gaat met name... Gemaakt, ja, met dit allemaal... kwam ook bij, uh, bij, bij Sedok even langs. van uh, Wat nou de snelste daalhouding is. Ja, want en dit dat... zijn dus mensen op gewone fietsen. Niet op aerofietsen. Ja. Uh, allemaal wielrenners. En dat is natuurlijk begonnen met Froome. Met die in de, af, de afdaling van die... Oh, oh die ja, dat dus die vloem. gaat op zijn bovenbuis liggen, ja, helemaal oh, tegen zijn stuur daarvoor, aan met zijn kruis. En iedereen zei: wauw, dit is innovatie, dit is vernieuwend, slim bedacht van nou, iets is wel heren. gevaarlijk ook. Maar ja. Ja. ja, En dat gingen mensen nadoen. En dan uh, ja, je had al eerder Pantani die juist met zijn kont bo ja. boven zijn. Uh, die gaat met zijn eigenlijk met hangen. zijn borstbeen op zijn zadel, zadel liggen ja. en zijn kont achter het zadel ja. hangen. Doe ik ja, ook ja. wel eens. Ah, en dan Bert Lok is natuurlijk, die zegt: Ja, het zal allemaal wel. Ik wil dit meten. En dus ja. die, die kijkt dan en in de windtunnel met. Heeft hij van die miniatuurfietsertjes die die zet? En hij doet allerlei uh, modelleerwerk met. Uh, uh, com computational fluid dynamics. Ja. ja, dat is allemaal heel moeilijk, snap ik allemaal niks van eigenlijk. Maar. Kort uh, conclusie vanuit zijn verhaal is: van ja, zo snel is die houding van Froome helemaal niet of aerodynamisch voordelig. Je okay. kan beter Pantani zijn, ja. maar de beste houding is eigenlijk die uh, de top tube safe, waarbij je ook wel op jouw bovenbuis gaat zitten, maar wel meer maar gewoon achter, met je kont. Je stuur aan, Waardoor We hebben je... ook veel wiel wielrenners uiteindelijk uh, daalde zo af. Maar ja. uh, hey, en die is dus interessanter dan, want we zien nog een paar normalere houdingen tussen: hè? je rug gewoon horizontaal of ja. je rug in ieder geval heel diep, hè, met je neus neerstuur stuur diep gaan zitten. Ja. Uh, en we zien nog gewoon rechtop gaan zitten eigenlijk. En precies, volgens mij is de volle guarden, wat ik weet, dit de snelste. Misschien was die dan al uh, uh, van Pantani de tweede. Ik meen dat dit, kont hoog. Ja, uh, neus op het stuur, maar wel stuur, gewoon met je kont, de derde. kont op het En dan, ja. dan pas kwam Froome. Ja, je kan ja. dat allemaal terugzoeken. Ja, in de show notes. Ja, precies. En uh, Bert Blok, nou ja, goed, die... Uh, die komt vol, ja, vaak in het nieuws om dit soort dingen te vertellen. Ja. Je kan ook natuurlijk uh, achter een motor gaan fietsen. Uh, <laughs> ja, heel precies. slim. Nou ja. Ook weer een ander onderwerp. Nou ja, nog even van hoe hij dat meet. Ja, ik heb die windtunnel bij hem ook wel gezien. Eindhoven heeft natuurlijk hele lange. Dan kan hij hele uh, ploegen van Jumbo-Visma. Ook de tijdrit. Erin zetten. En dan kan hij achter, rennertjes achter elkaar bekijken. En kijken van, nou ja, wat is je beste positie, hè? Ja. En dan is de ene laatste positie blijkt de beste te zijn. Ja. En het grappige is, wat ik altijd nog leren, is als iemand achter je zit, dan heb je daar ook licht voordeel ja, van. Ja, dat is interessant, hè? Ja. Dus uh, als je in een groepje rijdt... Uh, nee, nou, vooral eigenlijk in de triathlon hou ik me daar dan maar aan vast. Daar ja. hebben wij ja. natuurlijk in een eerdere aflevering ja. over gehad. Als je dus iemand achter je krijgt... waarvan je merkt dat hij zich aan je optrekt. Ja. Ja, nou is, is bij triathlon officieel de regel natuurlijk... dat ze 12 meter erachter moeten zitten. Het maar is, stel nou ja. dat ze het niet doen... Besef je dan, je hebt ook een procent of tien voordeel van het feit dat er iemand achter je. Ik weet niet of tien is, maar iets in de jaren vijf tot tien misschien. ja. Hoe dichter je weer op zit. En dat is dan omdat de drag wordt verminderd, omdat zij eigenlijk ook weer lucht doorbreken. Ja, en nou ja, mentaal werkt het sowieso toch. Als iemand achter zit, ga je al iets harder fietsen, toch? Ik niet. Nee, ik heb daar mentaal juist last van. Dan denk ik verdoord. Nee, maar ik vind het wel Ja, Het geeft gewoon aan van, en dan gaan mensen, ja, zo'n windtunnel, dan zet je precies die fietsertje. Dus heel dicht op elkaar, netjes achter elkaar, zo werkt het natuurlijk niet in het in het echte leven met zijwind en noem maar op. Er is ook, dus je moet dit af en toe met de korrel zout nemen. Maar ik denk wel dat uh, globaal gezien de inzichten die dat werk van Bert Blokken onder andere geven, kunnen leren. Ja, zeker. Uh, en dat, nou, laatste bevinding die uh, waarmee we kunnen afsluiten is denk ik wat hij nu gepubliceerd heeft. Ja, we gaan nog zo even zoomen met Vroemen hè? Over. Ja. Uh, um... Precies, ik ben benieuwd hoe hij kijkt naar met naar de, de nieuwe, nieuwe fietsen. Uh, even kort, ja. want het wordt wel heel langzaam. Maar nog even, laatste ja. bevinding: nou van ja, er wordt altijd gezegd, bergop, dan heb je toch geen voordeel van een treintje, want ah ja. je, dan is je klimweerstand is de grootste tegenstander. Je gaat lang niet meer zo hard, lukt je niet om die, uh, die 40 km per uur te halen. Uh, nou ja, heeft bij Blokken toch weer een leuk onderzoek gedaan in die windtunnel. Ze heeft hij van die miniatuurtreintje van vier renners neergezet. Ja. Waarbij hij eigenlijk de helling waarop ze staan in die windtunnel uh, kon uh, variëren. Ja. En daarbij heeft hij gewoon zitten meten bij, bij bepaalde uh, snelheden. Ja. Wat doet dat nou met, uh, met de luchtweerstand? En daar hebben we los van dat de kijkers ja. op YouTube hier foto's van zien. Hebben we ook een video van. Let op, die ga ik even bijzoeken. En dan even vanaf het begin herstarten. Want nu, kijk ja, dus een op, animatie. Op het, op het vlakken. En dan heb je gewoon vier renners achter elkaar. En dan zie je nou, leuk hoe die wind, die, die, die gaat. Hè. En dan zie je eigenlijk linksonder het vermogen wat. Uh, wat iedere renner moet trappen. Ja, de ja. eerste dan iets minder dan 100%. Hè. En, ja. en hoe steiler het wordt, hoe meer het vermogen bij iedereen omhoog gaat. Ja. Maar je blijft zien. Dat die eerste rennen nog echt. En dit nou, is bij, 10 tot yes, 15 zeker. procent meer Bij 25 kilo, nu 20 km per uur, nou, dan moeten ze 80% halen. 10% hellingshoek. Ja. Dus kortom, bij die profs die echt knetterhard nog met 20 km per uur die, die heuvelen opgaan. Ja, en dan snap je ook wel van dat, dat het nog steeds het voordeel is van een, een, een goede ploeg. Ja. Met een goed treintje die uh, uh, de kopmannen omhoog uh, sleept. Hey, en als we dat nou, deze hellingtest, vertalen naar de wereld van de amateurs. Ja. Want de snelheid gaat die drastisch omlaag. 30 km/25 km/u. Ja, dus dat... eigenlijk zeggen we nog steeds heel veel voordeel. Ja, nou ja, goed. Maar nogmaals, ik, als het 10% omhoog gaat. Ja, dan ben ik blij als ik boven de 10 kilo oh, per uur zeggen, ga. Dan haal je die 20 niet. Dus uh, nee, maar ik uh, ja, vlak dat niet uit. Uh, dat dus natuurlijk klimweerstand hartstikke belangrijk. Ja. Aerodynamica ook in die situaties als je maar hard genoeg gaat speelt zeker een rol. Resumeer. Jurgen. Want, Alleen uh, nogmaals, daar, heb je daar een aerofiets voor nodig? Ja. Ik denk het niet. Dat doen ze vaak ook niet voor die uh, etappes. Want een aerofiets is vaak toch nog wat zwaarder. Oké. Okay. Zit hem denk ik met name misschien in het gewicht sowieso denk ik dan van plattere buizen. Dus dat is meer volume. Extra materiaal, ja. En waarschijnlijk de hogere velgen. Ja. Dus dan kiezen ze eigenlijk toch voor de klassieke fiets die gewoon licht is. En, dat is, uh... hey, en jij en ik nou? Ik, uh... Wat uh, doen wij nou? Nee, maar nou even, ik... even een resume. Want het ja. is een super mooi overzicht over de historie vind ik sowieso leuk. Ja. Heb ik in je boek gelezen, leuk om te horen. Uh, ook een mooi inkijkje in uh, hoe dat gaat achter schermen bij Sportlabs Doc. Maar onze belofte van deze podcast ja. is ook een, een, een reflectie voor jou en mij als amateur. Ja, nou ja, ik, het is als ik ook binnen mijn groepje kijk. Ja, als je het mooie fietsen vindt echte aerofietsen. je hebt het geld ervoor over. Ik denk, ja, goed, de, de markt wordt ermee overstroomd. Daar kan je het best overwegen. Ja, het levert je dus wat watts op. We hebben geleerd: die watts die gaan pas echt tellen ja. als je significant harder gaat. En dat is toch echt wel 35, 38 ja. plus. Dan maakt het wel uit. En liefst in je uppie. Ja, exact. Want, Want in die heb groep meester, heb je al zoveel ja, voordeel van de als groep. Of je moet kopwerk gaan doen, natuurlijk. Ja. ja. Uh, ja, goed, is en qua houdingen is dus niet, niet te veel rare fratsen. Nee, je moet goed opletten niet. op je frontale oppervlakte. Ja. En, maar, uh, en als jij nog een, een klassiek triathlon stuurtje hebt zoals jij uh, bijvoorbeeld wat gewoon uh, horizontaal is. staat, plat. Ja. Ga dan eens spelen met een, een kleine hoek. Precies. Ik ga dat eens even Kijk kijken. En daarbij is wel belangrijk dat je eigenlijk die twee ik weet niet of jouw tridlon stuur één vorm heeft. Of ja, twee losse spijlen. Nee, nee, het hele stuur is één. Want ding. dan zou je eigenlijk die twee spijlen wat dichter bij elkaar kunnen zetten. Waardoor je echt gaat shruggen. Dus die schouders intrekken. Ja. Nou ja, dan heb je. Alleen ja, goed nogmaals. Maak, uh, doe geen linker dingen inderdaad. Nee. Maar uh, ja, dan. Nou ja, je kan klassiek zeggen: oké, okay, ik uh, ga gewoon een, een op. Twee keer een, een stuk van vijf kilometer fietsen in die twee houdingen. Dan zorg ik dat de, alle omstandigheden ver hetzelfde zijn. Guido zal zeggen, nou, pak meteen een vermogensmeter erbij. Ja, precies. Want dan kan je echt die relatie mee te, laten zien tussen snelheid en het vermogen wat je voor nodig hebt. En er zijn tegenwoordig de gadgets. We hebben het al met Guido een keer over gehad. Ja. Die je ook op je fiets kan zetten, waar die ook een soort CDA-waarde al uh, laten zien. Dat is een beetje voor de, voor de freaks, denk ik. Voor de freaks. Nou, daarover gesproken, nee, dat is een heel slecht bruggetje. Ja, <laughs> laten we naar <dan, laughs> Wel over uh, de gadgets Guillermo. van Guido. We ja. gaan hem even uh, zoomen. Goed plan. We gaan zoomen met zoomen. Zoom, zoom, zoom. zoom. Vroom, vroom. Ja, Guido, Goedemorgen. Hey Guido. Hey, goedemorgen. Hey, ik zit hier uh, met een kerstverse Celebrity de afgelopen vier weken op TV Sportlabse Doc. Maar wat zag ik nou op Twitter? Jij haakte natuurlijk mooi in, want die uh, laatste aflevering met Jetze Plat kwam je ook nog even voorbij. Ja, ze bewaren dus de beste aflevering voor het laatste. Hè? Dat denk <laughs> ja, ik. Ja. Voor de mensen die het niet gezien hebben, wat was jouw rol in het programma? Ja, Vertellen waarom Jets goud gaat winnen. En wat, we, wat we gedaan hebben aan uh, wetenschappelijke uh, onderbouwing uh, om, alles, uh, uh, um, om alles op 100% te krijgen. Aha, nou mooi. Ik zou maar terugkijken. Ja, zeker. Iedereen die hem gemist heeft, die moet hem zeker ja. gaan terugkijken. En, uh, nou ja, en nu maar mee gaan duimen en gaan juichen met jets en zijn goud. Um, Los van uh, de Olympische Spelen, nou in ieder geval is wel een haakje. Wij, wij zitten al bijna een uur uh, te kletsen over aerodynamica, Guido. Daar hebben we het met jou ook wel eens eerder over gehad, over hoe jij CDA-waardes meet, uh, hoe jij vette gadgets hebt op de fiets. Dat moeten de mensen maar terug gaan luisteren in onze aflevering over uh, innovatie in het wielrennen. We waren nu nog benieuwd om even van jou te horen. We hebben allerlei fietsmodellen voorbij uh, zien komen. Uh, Jumbo heeft ook net een paar nieuwe modellen en Jurgen zei: nou, ik wil wel eens weten wat Guido daarvan vindt. Ik vind het namelijk spectaculair. Oh. <laughs> Wat vind jij? Uh, Spectaculair. Ja, het zijn, wel, uh, weet je, het zijn wel Cervelo fietsen. Hè? dus het, het zijn wel uh, eventjes uh, het, het, nou, ja, een van de neusjes van de zalm. Het uh, zijn hele goede fietsen. Ja, ze hebben wel een, uh, een slimme zet dus gemaakt door, door te, te switchen van Bianchi naar uh, Cervelo. Ja. Die, daar zal ik maar niet heel veel over zeggen. Nee, want ik nee denk kom, dat... we gaan terug naar de feiten. Guido, als jij naar die fiets kijkt, wat valt jou dan op? Ja, wat valt me dan op? De nieuwe dingen, een beetje nieuwe dingen. Dat, dat hebben er tegenwoordig wel meerdere merken al. Dat is eigenlijk... De, 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 het lichtstuur hebben ze op een, op een mono-reizer, op een mono gezet. Eén vork. Die hebben ze verlengd naar boven toe. Waardoor je niet twee steunen hebt, maar één steun. In een vleugelvorm. Ja, wat een hele aerodynamische uh, vo vorm is, zoals we weten. En uh, daardoor krijg je een hele kleine uh, voorkant. Kabeltjes zijn allemaal weg. Je hebt niks meer uh, wat, uh, wat weerstand of wat uh, turbulentie kan opwekken. Dus het is eigenlijk een machine die eigenlijk alleen maar nou ja, rechtdoor wil. Ja, maar dat is wel, jij zegt meer merken hebben. Voor jou was dat geen verrassing toen jij die fiets uh, zag uh, voorbijkomen. Ik, nee. ik, ik zag hem voor het eerst bij de Giro uh, tijdrit. Toen dacht ik, oh, dat had ik nog niet gezien. Maar uh, jij, jij wist dat dit er al aankwam. Dit Triathlon wereld al eerder misschien ook? Ja, kijk maar naar Canyon. Canyon heeft dezelfde voorbouw, een beetje zo type voorbouw. Die heeft, uh, die heeft dat is ook. Uh, maar er zijn er nog meerdere die dit ook hebben zo. Hè. Dat komt met name omdat alle kabels uh, op een gegeven moment weggaan. Uh, die kunnen in het frame. En dan de schakelkabels, die, die zijn er helemaal niet meer, want alles gaat draadloos. Ja. ja, dat elektronisch schakelen. Ik blijf me, ik zei al tegen Gerrit, wat ik gewoon, uh, ja, blijf me verbazen dat die fiets niet eens een keer helemaal uh, klaar is. Je denkt, nou ja, nu weten we alles, nu weten we alle aerodynamica hebben we. Uh, uitgezocht windtunnels met uh, modelwerk elk jaar toch weer weer nieuwe snufjes ja we, hoe, uh, hoe kijk jij daarnaar? gaan we inderdaad over vijf of over tien jaar zijn de fietsen ook weer anders dat blijft maar doorgaan ja want kijk naar de formule 1 wereld ja die auto's die, auto's, die veranderen ook ja dat komt natuurlijk ook auto's. omdat de regels steeds veranderen maar ja maar dat de, de meeste regels weet je de, soms moeten ze een fiets uh, dan verzinnen ze wel iets um, wat sneller is, maar dat mag dan niet. Omdat die regels er zijn. Het is niet dat ze de fietsen gaan... Uh, nee, maar ik bedoel uh, ook in de Formule 1, hè? daar zijn natuurlijk ieder jaar regels oh. aan die auto's waarom dat verandert. Bij zo'n ja. fiets zou je denken, op een gegeven moment ja, zijn we er wel. Wat, wat ons opviel toen we door de geschiedenis heen gingen, die houding verandert steeds. Van plat naar voren naar voren. We zitten nu opeens weer met, uh, met de onderarmen uh, omhoog voor het gezicht. Maar, daar, ook, daar moet je ook wel zeggen, dat wat voor de ene wel werkt, werkt voor de ander niet, hè? Oké, okay. ja. hoe komt dat dan? Nou ja, omdat uh, uh, de positie van iedereen toch net even weer iets anders is. En um, dan kan het best zo zijn dat je daardoor um, zelf in die positie meer wervelingen opwekt, waardoor je zuiging krijgt, dan een ander die dat doet. We, we hebben niet dezelfde vorm allemaal. Kijk, een fiets, als je die naar de mal haalt, die hebben allemaal dezelfde vorm. Maar hoe jij erop gaat zitten, dat is natuurlijk nog wel 80% van het totaal. Van de luchtweerstand. Die fietsen ze maar 15 of 20%. Procent. Ja. ja, daar valt dus het meeste te halen. Maar ja, dan zeg je uiteindelijk: de toekomst zal zijn dat elke zichzelf serieus nemende wielrenner met geld de windtunnel in gaat en dan voor hem de perfecte houding uh, gaat zoeken. Of uh, no, denk je niet? dat denk ik niet. Of nee, appa zo'n apparaatje, apparaatje koopt waar de CDA-waarde volgt. Ja, die precies. Die. Yeah. Ja. Ja, ja, Kijk hey, voor de, de luisteraars, Guido, je houdt nu voor de camera de, de befaamde naald waar we het eerder wel eens over hadden gehad hebben. Ja, het is zeg maar een, een apparaatje met een, een pito-tube. Een rietje naar voren toe, die de luchtsnelheid dan meet. Um, en daar zitten verder nog accelerometers in. Er, zit, er zitten uh, sensoren die dan contact kunnen maken met je vermogensmeter, met je snelheidsmeter. En dan krijg je alles eigenlijk in één. Uh, als je gaat fietsen, met, dan kun je alle weerstanden: luchtweerstand, rolweerstand, alles bij elkaar optellen. En, dat, en daar maakt hij dan, uh, omdat je in een bepaalde snelheid rijdt met een bepaald vermogen, dan maakt hij daar een CDA-waarde van, omdat je dan zoveel weerstand hebt opgewekt, waardoor je dus zo hard gaat. Ja. En is dat, doet hij dat real time of moet je dat achteraf uitlezen? Nee, deze kan het real-time. Nah, niet echt op de seconde. Nee, ik wou zeggen, kan je uiteindelijk op je horloge... of op je fietscomputer ja. dadelijk een live CDA-waarde zien... en dus zelf jezelf verder intukken? Of ja. uh, is, is ja, dat maar, waar we naartoe maar, gaan? Ja, deze kan dat al... maar heeft een beetje een vertraging van 30 seconden. Dus als je nu gaat veranderen... dan is het niet zo dat je... 1 seconde later al op je Garmin ziet van... oh ja, dat is het. Je moet zeg maar eigenlijk... je, je, je rijdt een bepaalde positie, dat hou je vast. Een paar minuten... En dan heb je eigenlijk een steady waarde op jouw Garmin staan. Dan ga je dan iets veranderen. Je trekt je schouders op en je gaat helemaal in elkaar kruipen en je gaat dan een paar minuten fietsen, dan krijg je een nieuwe steady state waarde. Dus dit is eigenlijk nu snap ik gewoon je zegt, moi die windtunnel. Dit is eigenlijk dan de, de, ja. de toekomst van de windtunnel voor de amateurs. Ik bedoel dit apparaatje weet je overigens nu nog duur, hè Heel erg kostbaar. Nou ja, een windtunnel ja. is ook kostbaar. Uh, ja. dus dat, dit, dit is eigenlijk wel de toekomst, denk je? Ja. Ja, dat is, weet je, daar, daar, veel prestatiegerichte atleten die zijn er al mee aan het werk. En dit is natuurlijk ook iets wat je, uh, ja, eigenlijk kun je dit ook steeds dan weer herhalen. Hè? windtunnel uh, kost net zoveel als één een zo'n apparaatje, als je daar een, een, een halve dag in de windtunnel wilt. Gebruiken dus uh, triatleten uh, wielrenners dit al in hun uh, trainingen sowieso? Weet je dat? Nou, nee, nog niet zoveel. Want ik nee. zie dan ook een toekomst. Kijk, uh, daar, daar zijn ze al mee bezig met dat velon en zo. Dat je vermogen ziet hè, van al die renners. Ja. En dat dat die CDA-waarden blijft altijd nog geheimzinnig. Die worden er nooit gedeeld ja, eigenlijk. jij wil voor de kijker op de tv live CDA laden. om te zien. En ook voor een renner zelf dat hij denkt... Hé, hey, hoe zit ik met mijn CDA? Shit, ik zit niet helemaal goed. Even meer shruggen of noem maar op. Dat is onvermijdelijk, ja. denk ik. Maar ja, toch? Ja, dit zou je, zeg maar, als je dit apparaatje op je tijdritwedstrijd uh, op je fiets hebt, dan krijg je daar wel feedback over. Dus dan, dan heb je daar wel wat aan. Um, om daar altijd mee te gaan rijden. Kijk, als de wind heel vlagerig is, ze komt van alle kanten, dan heb je hier eigenlijk helemaal niks meer aan. Helder. Ja, leuk. Leuk, leuk ja. je in de toekomst en een mooie slot op deze reis door de tijd van de, de aerodynamica en de tijdritfiets. Ik denk dat de koffie inmiddels. Ik hoop dat onze kijkers en luisteraars een refill hebben gepakt. Twee koppen koffie op deze vrijdag. Guido, dankjewel voor de toelichting. Ik kan me voorstellen dat je na dit hele verhaal misschien nog wel vragen hebt of aanvullingen. Zo is uiteindelijk deze aflevering ook tot stand gekomen. Dan kan je ons op een aantal manieren bereiken. Sowieso via social media zijn we de Ad slimmer podcast op Twitter en Instagram. Iedere aflevering heeft een eigen post en daar kun je op reageren. Die kun je ook doorsturen naar mensen voor wie dit interessant is. En uh, zeker op Twitter zijn Jurgen en Guido en ik ook altijd megetagd, Dus je kunt uh, ons ook altijd vinden. Daarnaast kan je ons ook vinden op het web. www.slimmerpodcast.nl. Dan vind je van elke aflevering een eigen webpagina waaronder je ook kan reageren. Gebeurt de laatste tijd ook weer meer. Hartstikke leuk. Leuke gesprekken ja. met uh, kijkers en luisteraars zoals jij. En tot slot kun je ons ook direct mailen. post slimmerpodcast.nl. En het uh, duurt soms een paar dagen. Bijvoorbeeld deze week duurde het even voordat ik reageerde. Maar uiteindelijk komen we altijd bij je terug. En nou, mocht je nog iemand kennen voor wie deze podcast ook interessant is, stuur het door. En uh, voor alle gebruikers op Apple, laat even een review achter. Vijf sterren het liefst. En uh, wat je ervan vindt. Want dat helpt ook weer nieuwe mensen om deze podcast te ontdekken. Tot zover een lang verhaal over wat is aerodynamica, de aerodynamische fiets. En ook een stukje van de toekomst daarvan. Dankjewel Guido. Hoi Guido. Yo. Hoi Jurgen, tot volgende week. Tot volgende week. week.